Welkom, beste kijkers. Welkom in een nieuwe aflevering van het programma voor de Raad. Een programma van voor en door raadsleden. Maar ook uh, commissieleden. En vandaag hebben wij uh, een commissielid van GroenLinks. En uh, dat is Noah Wassenberg. Noah, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, ja uh, je bent commissielid geworden van, uh, van GroenLinks. V voor. De commissie? Ruimte. Ruimte. Wat geeft ruimte? Toch? Uh, ja, het is een commissie met een hele lange agenda, dus er uh, ja. is altijd veel te verdelen en uh, veel dingen ja. die we kunnen doen. Ja, het is natuurlijk prachtig om daar het, 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 het handwerk te leren van het vak, hè? Het hoe, kom, hoe kom jij erbij om uh, uh, de politieke richting toch het, uh, te gaan opzoeken, om daar, ja, zou je zeggen als 19-jarige, toch uh, bijvoorbeeld? Uh. Nou, het begon, ik denk nu een kleine drie jaar geleden, dat ik uh, bij een bijeenkomst was, vier jaar geleden was dat nu al inmiddels, uh, met Lisa Westerveld. Zij is Kamerlid uh, inmiddels voor GroenLinks PvdA. Uh, en het ging over basisinkomen. En daar ben ik uh, door iemand mee uh, naartoe genomen. Toen vond ik het nog eigenlijk een beetje. Mm, mm, mm. Uh, maar toch steeds meer uh, kwam ik erin te rollen dat ik dacht, hé, hey, uh, wow, wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in onze politiek? Ook vooral landelijk. Toen kwam de coronacrisis, toen zat ik in uh, klas 4 van de middelbare school. Nou, en dan begin je wat debatten te kijken over uh, de persconferenties van, uh, van Rutte en van De Jonge. En dan die coronadebatten en langzamerhand ja, kom je er eigenlijk achter wat er eigenlijk allemaal bepaald wordt door de politiek. Ik moet zeggen, ik uh, heb mijn middelbare school gecombineerd met een dansopleiding waardoor ik een vrijstelling had voor maatschappijleren. Dus vanuit school heb ik nooit maatschappijlessen gehad. Uh, dat maakte het wel dus, uh, lastiger voor mij om die dingen te zien. Maar toen ik eenmaal in die, die, die tunnel kwam en uh, de dingen begon te volgen, vond ik het wel heel interessant. En dacht ik, hé, hey, we hebben zo'n grote problemen. En als je kijkt hoeveel jongeren daarin een stem hebben, ja, dat is toch heel weinig. Zijn het zijn vooral oudere mensen die bepalen hoe eigenlijk mijn toekomst en de toekomst van andere jongeren eruit ziet. En ik dacht, nou, daar wil ik wat uh, aan veranderen. Ja, en hoe bevalt het? Ja, eigenlijk wel goed. Ik moet zeggen, het, het is nog steeds wel heel pittig. Het, uh, het zijn toch altijd wel uh, uh, pittige stukken om even te lezen. Maar uh, ik merk wel, per vergadering gaat het steeds weer wat beter. Hoe, hoe, uh, hoe beter ik weet waar ik de dingen moet vinden, waar ja. ik de dingen kan lezen ja. en waar ik op moet letten als ik straks tegenover het college zit om uh, vragen te stellen over een onderwerp. Ja, nee, dat. Je krijgt natuurlijk, ik, ik noem het altijd ondersneeuwen in papier. Je krijgt natuurlijk pakken papier. En het is natuurlijk de kunst om te lezen wat je wil lezen. Het is wel belangrijk om natuurlijk een groot beeld te krijgen van het onderwerp. En vaak, of eigenlijk altijd, wordt er ook een stuk meegegeven met: let op deze dingen. Dit zijn de kanttekeningen, dit zijn de risico's, dit zijn de kansen. En dan ga je dan de afweging maken: oké, okay, waar moet ik op in verdiepen? Want ja, de stukken zijn soms heel lang. En meerdere stukken per vergadering, dat is gewoon heel veel. Ja, inleiding en conclusie en dan krijg je vragen voor jezelf. Hè? Ja, het is, het is belangrijk ook, kijk, we hebben natuurlijk een verkiezingsprogramma gemaakt. En je wil ook dat daar zoveel mogelijk van gerealiseerd wordt om de stad zo sociaal en groen als mogelijk uh, te maken. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk een coalitieakkoord en je gaat altijd toetsen, oké, okay, uh, klopt alles wat er staat? En uh, kunnen we er zo'n zo mooie uh, route mee afleggen om een sociale en groene stad uh, te maken, gemeente te maken? En hoe loopt dat volgens jou? Eigenlijk best wel goed. Ik uh, ben dus vooral bezig op uh, de wat groenere dossiers. In de commissieruimte is het voornamelijk groene thema's. Uh, en ik merk toch wel dat, dat, dat we echt bezig uh, zijn om de stad te vergroenen. Uh, uh, en nu vandaag in de commissieruimte komt ook het uh, de, gebiedsprofiel uh, Zwalmen. We hebben het gebiedsprofiel Binnenstad gehad. Dat zijn toch mooie plannen om straks de gemeente uh, of, uh, ja, te vergroenen. En, uh, de klimaattransitie mogelijk te maken, maar we hebben ook dingen als het zonnepanelenproject, waarbij we mensen, uh, waarbij, het, uh, waarbij je ook met minder geld zeg maar zonnepanelen kan krijgen, omdat je daar met de gemeente afspraken over kan maken, uh, om op die manier de energietransitie door te maken. Dan, ja. Dat vind ik toch wel goede plannen om uh, ja te, te, uitvoering te brengen aan het groener en sociale worden van de stad. Ja, wat, wat ik dan persoonlijk als burger uh, merk vanuit die helikopters, zo uh, van. Ja, we kunnen met z'n allen zonnepanelen willen, maar dat brengt toch wel risico's met zich mee dat je die investering straks misschien niet kan terugkrijgen. Hè? Dus, uh, hoe zie jij dat? Die saldering en alles wat erbij hoort. Ja, de solderingsregeling is natuurlijk een, een, een iets waar de Tweede Kamer over gaat. Maar ja. uh, en de Eerste Kamer dan. En uh, die blijft voorlopig. Ja, dus, ja uh, gelukkig wel. Maar goed, nu hebben we er uh, hangt een, een donkere wolk boven dat. De, de energiemaatschappij, je gaat straks gaan uh, straffen voor het feit dat je zonnepanelen hebt. Maar goed, dat is... Uh, iets anders is landelijk. Maar goed, het, het, het geeft wel aan natuurlijk dat, dat vaak dingen wel samenhangen, hè? Dus... Hoe bedoel je samengaan? Nou, nou je dit, ziet het wel in ieder geval natuurlijk dat zo'n ding als zonnepanelenproject, het verlicht ja. ten eerste de... Uh, de energierekeningen van mensen en het draagt bij aan uh, het tegengaan van klimaatverandering dus ja. je, je hebt en het groene en het sociale samen en op die manier een stuk klimaatrechtvaardigheid zoals ik het, het uh, liefste wil zien. En, en als ik het over groen heb, hè, want ik, ik las pas uh, uh, of tenminste we hadden ook een stuk geschreven over tegelswippen, ken je dat project? Ja we doen uh, mee, uh, volgens mij nu met het NK tegelwippen om op die manier zoveel mogelijk uh, stenen eruit en uh, groen erin te krijgen. Dat helpt ook mee voor het tegengaan van uh, hittestress, maar ook uh, dat water makkelijk uh, kan, uh, de grond in kan gaan. Dus dat is een mooi uh, project, en uh, de Stad te Vergroenen. Ja, ja, misschien winnen we wel een prijs ermee, je weet maar nooit. Hè? Als we de meeste tegels bippen, inderdaad. Uh, dus iedereen in, in de gemeente kan eraan meedoen. En uh, zo'n steentje bijdragen uh, aan dit project. Ja. Kun je een beetje uitleggen, voor de, voor de kijker, uh, hoe, hoe dat in zijn werk gaat? Dat uh, nee, dat was wat minder mijn uh, onderdeel, maar uh, het idee is volgens mij dat, dat, we, dat verschillende gemeentes hebben zich hiervoor ingeschreven. En het doel is om zoveel mogelijk tegels uit, uh, eruit te halen, zeg maar, gewoon op straat of op andere plaatsen. Uh, om bijvoorbeeld geveltuinen te maken, maar ook op andere plekken en het daar te vergroenen. Uh, en dat kan ja, heel veel winst opleveren qua... Uh, dus vergroening, uh, hittestress, tegengaan, uh, water opnemen, uh, dat is heel belangrijk. Ja. Okay. Heb jij nog andere dingen die je zegt van, god, uh, buiten die, 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 uh, die commissie, uh, ben ik daar en daar mee bezig? Uh, nou, ik, ik ben wel actief binnen GroenLinks, ook nog op andere plaatsen, om uh, de beweging zo uh, ja, groot mogelijk te maken, zeg maar. Nu ook meer in samenwerking met de P van de A. Omdat om ja, je ziet die landelijke trend: hé, hey, we gaan samenwerken. Dus we hebben straks Europese parlementsverkiezingen. En dan uh, help ik vanuit de provincie mee om die campagne in Limburg uh, ja, zo groot mogelijk te maken. En uh, straks onze beweging het grootste te maken uh, bij de EP-verkiezingen uh, op uh, 6 juni. Ja, zo snel hè? Ja, 6 juni is twee maanden. Nee, is dat, nee dat is nog wel iets meer. het is toch over drie maanden nu. Uh, en dat is toch altijd de verkiezing. Kijk, de gemeenteraadsverkiezingen, dat is heel zorgelijk natuurlijk. Heeft altijd een lage opkomst, rond de 50 procent. Bij de Europese parlementsverkiezingen is die nog lager. En ja, heel veel van onze wetten, die worden uiteindelijk uh, in Europa gemaakt. Dat is in Nederland wel altijd aan tafel natuurlijk, maar die worden daar gemaakt. Dus het is ook belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen daar hun stem laten horen. Uh, zodat het Europese parlement een goede afspiegeling gaat zijn van de Europese bevolking. Ja, ja... Dan raak je een punt, hè. Dus de afstand van de burger tot de politiek, maar helemaal tot, de, tot de, aan Europa. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, uh, het is moeilijk. Kijk, we zien veel meer van de nationale politiek natuurlijk ook in het nieuws voorbij komen. Net zoals dat je veel minder weer ziet dus van uh, bijvoorbeeld de provinciale politiek. Waar ook altijd de opkomst laag is. En, uh, dus er is veel minder aandacht voor. Terwijl er dus wel heel veel belangrijke dingen gebeuren. En dan wordt altijd zo'n doembeeld of zo'n zo negatief beeld geschetst van ja, Europa eh, krijgt altijd de schuld, laat ik zo zeggen, Europa krijgt altijd de schuld als, het, als er een besluit wordt genomen wat Nederland niet zint. Maar als er een besluit wordt genomen in Europa dat Nederland wel zint, dan is het ineens Nederland die daar zo goed voor gezorgd heeft, want Nederland overal altijd bij zit. En altijd eh, zijn mening daarover mag geven, mag stemmen en overal invloed op heeft. Dus ik denk ook dat, dat de doembeelden, die, de, de, de negatieve beelden, de angstbeelden die worden geschetst over Europa... Hier zijn uh, vaak ja, angstbeelden die niet altijd helemaal uh, een goede afspiegeling zijn van hoe het daadwerkelijk gaat. Hmm. En ik denk dat als we uh, daarover ook het eerlijke verhaal vertellen, dat dat uh, ook bijdraagt aan het vertrouwen in, uh, in de democratie en in de Europese democratie. Als je daar een podium voor kan winnen, is dat fijn hè? Ja, en Om belangrijk. Om het verhaal te kunnen vertellen. Ja, en heel belangrijk. Ja. ja. Heb jij nog zaken die je zegt van in de gemeente Romond zou ik graag toch dat of dat meer, meer willen zien. Met name over de jongeren. Nee, ik denk dus jongerenparticipatie is wel heel belangrijk dat die, dat die een stem hebben. Uh, en je ziet ook steeds meer jongere raadsleden en commissieleden. Dat is heel belangrijk. Uh, en het is belangrijk dat de jongeren hun stem laten horen dat ze ook. Uh... Je hebt bijvoorbeeld de jongerenraad die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Ik denk dat het een, hele orgaan, een heel belangrijk orgaan is uh, om op die manier uh, ja, de stem van de jongeren van de toekomst eigenlijk, nogmaals, zoals ik het eerst zei, van heel veel besluiten die nu worden genomen, hebben impact op de toekomst van jongeren. Uh, dat dat jongeren daarbij ook aan tafel zitten en hun stem kunnen laten horen. Je ziet ook uh, protestbewegingen in Ronond van jongeren die zeggen. hé, hey, er wordt te weinig rekening mee gehouden en die gaan de straten op uh, en gaan demonstreren. Ik denk dat dat ook een belangrijk iets is uh, om naar te luisteren. En, uh, ...ja, Je daar ook actiever in te zetten. Ja, misschien wat meer de dialoog opzoeken, dus wat meer contact hebben met elkaar. Ja, en, en ja, je ziet uh, veel jongeren die ja. een enige aanraking met politiek is dan uh, hele rechtse politici die ze tegenkomen op TikTok. Ik denk dat het belangrijk is ook uh, dat, dat voor hen ook duidelijk is dat het meer is dan uh, dat. En, uh, ik denk dat het ook een belangrijke taak voor politici ligt om die verbinding te vinden en te zoeken. Uh, mm. dat, dat, hoeft niet, dat moet van twee kanten echt komen. Dat moet echt, politici moeten ook die hand uitsteken ja. uh, om die verbinding te zoeken. Nou, een mooie boodschap. Ja. Toch? Hé, hey, het was heel prettig om jou uh, te ontmoeten. Het is ook fijn om uh, uh, hier in je openhartig gesprek te vertellen waar je staat en wat je aan het doen bent. En voor de kijkers ook heel interessant. En ik zie jou graag over een tijdje terug uh, om met jou weer eens te evalueren van uh, goh, hoe gaat, mijn, uh, hoe gaat mijn opleiding in de politiek via de commissie? Vind ik dat goed? Nou, opleiding in de politiek, uh, de commissie, je leert er veel. Uh, maar op dit moment is dat gewoon hetgene wat ik doe en is dat... Uh, ik gebruik dat niet als middel voor later. Het is echt ook gewoon om daar mijn stem te laten horen, de stem van GroenLinks te versterken. Okay. Uh, en het beleid groener en socialer te maken. En wat, wat mijn rol daarin is, of mijn toekomst daarin is, is ondergeschikt. Ik kan erover nadenken. Ja. Toch? Hebben, ja, de verkiezingen zijn in 2026 of zo. Precies. En wat, 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 wat we dan gaan doen, uh, dat zien we dan wel. Ja, maar je hebt nog tijd om te denken. In ieder geval bedankt voor je komst. Nora, en uh, ja, veel succes. Dank je wel. Met uh, het werk wat je, dat je inzet voor uh, onze leefomgeving. Dank dat ik hier mocht zijn. Ja. U bedankt voor het kijken en uh, graag tot de volgende keer. En wie weet zit er dan iemand anders op deze stoel van een totaal andere partij? Ik denk het wel. Tot dan.